Uit onze recente mascara-test blijkt dat er toch heel wat verschillen zijn in prijs. Zo heb je deze van de Action aan 1,40 euro en deze van Yves Saint Laurent aan 34,50 euro. Dat is een van de duurste die we konden vinden tegen de goedkoopste. En voor dat prijsverschil verwacht je toch ook wel verschillen in kwaliteit, maar dat blijkt toch mee te vallen. En ik zal het laten zien. Om het verschil duidelijk te laten zien, ga ik mij schminken mijn rechteroog met de mascara van de Action en mijn linker met de Yves Saint Laurent. En dan zullen we meteen zien wat het verschil is. Ziezo, ik zie eigenlijk weinig verschil tussen deze van Yves Saint Laurent en deze van de Action. Toch niet voor dat prijsverschil. En dat is ook wat onze experten en ons testpanel vonden. Ook zij zagen geen grote verschillen. Ons testpanel was ietsje minder enthousiast over de mascara van de Action. Die was iets moeilijker aan te brengen. Maar goed, voor 1,40 euro krijgt deze ons label beste koop. En die van Yves Saint Laurent, daarom ons label van beste van de test. Voor alle resultaten over alle mascara's kan je terecht op onze website.